Straks ook in Man bijt hond. Kobus is bezorgd over Aad. Als die wil, mag hij zo gaan. Maar het is beter dat hij blijft. En moeder en zoon op het illegale pad. Nou, dat is de beveiliging. Daar moeten we dus ook enorm voor uitkijken. Ja. Want als ze ons vanaf de weg zien, dan hebben we wel een heel groot probleem. Maar liefst 86% van de ouders blijkt wel eens met hun kinderen te ruzie over hun gamegedrag. Ouders vrezen dat te veel gamen slecht is voor de ontwikkeling van hun kroost. Wereldreiziger, technoliefhebber en gamefanaat Ted van de Water kan de bezorgde ouders geruststellen. Hoppa. Zo. Ja, lekker zitten zo. Nu speel ik een grote rift. En dan moet ik een kiever hebben, die heb ik gehaald eerst met dat andere poppetje. Die hierheen. Meneer van de Water, ja. Begrijpt u dat 86% van de mensen problemen heeft met het gamegedrag van hun kinderen? Nou, ik sta helemaal verbaasd dat ik dat hoor, hoor. Ik geloof er echt niks van. Ik vind het game helemaal niet erg. Ik doe het nou wel, wel meer dan 20 jaar. Maar dan had ik toen de Commodore. Dus had ik ook wel een spelletje op te spelen, zeg maar. Dat was dat met dat pingpongen, weet je wel. Ja. Maar dit is zuiver. Maar hoe oud bent u inmiddels dan? Ik word bijna 83. Ja. En ik speel het heel graag. Dus u kan het weten ook. Ik kan het weten. Kijk, als ik nou die kast ingaat, dan is dat poppetje. Ik ken het poppetje, maar die ken ik ook veranderen. Wat is nou echt een voordeel van gamen? Ik persoonlijk vind het voordeel. Als ik nou zo zit te gamen, dan zit ik met Nederlands jongen, maar er zit ook dus Engelsen bij. Ja. En dan zeg ik wel eens tegen de jongens die met die Hollanders mee. Zeg ik, jong, wat zegt hij dan precies? Nou, dat en dat bedoelt hij. Dan kan ik een paar woorden niet begrijpen. Want het is je keer als je kijkt. Maar u zegt eigenlijk, je leert goed Engels van Ik vind dat je goed Engels gewoon leert ook allemaal. Laat me zeggen, nou, you guys, we go playing the game. En what we do today, we play bounties. Kijk, ik ken een privaat speler. Maar ik ken hem ook, publiek spelen, kijk. En dan zitten er al 30, dan kan ik hem joinen. Wat kunnen kinderen nog meer opsteken van gamen? Nou, ik vind de focus. Kijk, dat pijltje wijst al waar die kaptein zit. Die moet killen. Nou zegt hij, die bounty is klaar. Maar hier moet je dus focus voor hebben. Daar moet je focus voor hebben, want ik moet wel weten waar ik heen moet. Wat gebeurt er nu? Nou, ben ik dood. Kijk, als je dit ziet, ben ik dood. Oh. Dan gaat er 10% van je... Kijk, you lost 10%. Ja. Maar dan moet je ook mee omgaan. Dan moet je toch ook leren? Als je dat alleen maar bent dat je nooit wil verliezen. En dat is Jor, die is jaar 40, 45. Maar ik kan ook hem even proberen. Ja, want dit zijn nu online vrienden. Dat zijn mijn vrienden allemaal. Kijk. Want dat wordt ook nog wel eens gezegd, hè? Dat gamen asociaal gedrag veroorzaakt. Nou, dat ken ik. Nee, nou, daar moet ik echt om lachen. Ja? Daar lach ik echt om, dat is niet waar. Nee. Nee, dat durf ik zo te zeggen. Want u heeft heel veel online vrienden. Ik maak gewoon veel vrienden hiermee. Wat voor gevoel geeft dit nou, meneer? Ah, heerlijk. Kijk dan, ik heb me lekker gekild, weet je. En dan kijk ik drie van die balletjes. En dan gaat dat dingetje lopen. En dan zie je dat witte streepje, die mag er niet overheen. Meneer van de Water? Ja? Hoe lang gaat u nog door met gamen? Nou, dat wordt nog wel een tijdje. Ik hoop dat ik, als mijn vader 98 wordt, dat hoop ik maar. Nou, dan zit ik er echt nog wel op, hoor. Een Franse kok kwam van een koude kermis thuis. Jarenlang had hij gratis in zijn eigen restaurant. Dat bleek echter hartstikke illegaal. Een medewerker van de Belastingdienst zag hem onlangs lunchen in zijn etablissement. En vroeg of hij dat altijd deed. Dat leek de kok nogal wiedes, maar de beambte dacht daar heel anders over. De lunch telt als loon in natura. En nu moet de kok daarover 14.000 euro belasting nabetalen. De Babbelbox vindt het onfortuinlijk voor de kok en vraagt. Waar had u uw buik van vol? Ik ben mijn buik van de buurvrouw. Ik wou een bak koffie vragen, ik ben pas komen wonen. En ik denk me nou even kennis te maken. Ze zei wel van ja, maar ze is nooit geweest. Alleen maar ruzie maken met me. En mijn schutting omgooien, deze. Daar ben ik nou helemaal klaar mee. Ik heb mijn buik vol van mijn provider die Giganet wil installeren. En ik heb 6 man voor nodig voordat het werkt. En het installeren daarvan. En ik wil toch snel internet hebben.
toen ik vanochtend wakker werd in de herfstvakantie door bouwlieden die bezig waren met het dak aan het repareren dat afgebrand is bij de buren. Wat ik met buikgevoel heb, zijn die mensen die constant voor mijn neus doorlopen met hun mobieltjes om. Die kijken met hun oortjes in en die kijken niet uit waar ik rij. En als ik dan per ongeluk naar ze aanstoot, zeggen ze, kan je niet uitkijken, ouwe lul. De Rotterdamse Aad leefde jarenlang op straat. Hij was verslaafd en het leven moe. Tot boer Kobus hem van de straat plukte en meenam naar zijn boerderij. Daar vond Aad eindelijk een plek waar hij gelukkig is. Kom, kom maar. Kom. Kom. Ja, rakatjes van me. Echt, ja, kom. Normaal. Mag ik nog nooit snel groeien gewoon vandaag? Nee. Nee? Jullie waren daar snel terug? Het is weer één keer goed. Zonder schelden, zonder vloeken. En ik reed gewoon met mijn touwen weg. Hè? Dat jullie hebben met die hoofd gezien. Dan gaan die trainen. Wil je ook een toetje? Wat zeg je? Wil je ook een toetje? Nee, dankjewel. Doe jij altijd alvast, Aad? Ja, ik doe altijd alvast, s'avonds. Dat vind ik wel het minste wat ik kan doen, toch? Moet er voor ieder huishouden moet dat toch gebeuren? Ja. Vind ik van wel, hoor. Ze krijgen zo'n troep. Ja, Aad moet ook douchen. En, als ik dan met zo gedaan dat we dan elke dinsdagavond gaan zwemmen. Ja. Dan kent hij zich daar een beetje douchen en, en een klein beetje sportief. Ja, eigenlijk in zomers doet hij meestal douchen in de wasplaats van de paarden. Dan mag hij zagen douchen. Maar hier in huis, misschien is dat heel raar, of, maar hier in huis hebben we het liever niet. Nee. Hij was het eigenlijk nooit gewend. Hij, zomers deed hij wel zie zijn eigen wassen in de sloot, ging hij met de varkens zwemmen. Dus het zwemmen is een soort alternatief douche? Ja, zoiets. Het zag er zo gezellig uit aan tafel net, vond ik. Echt, hè? Ja. Lieve kinderen. Ja. Ja, het zijn gewoon mijn oogappeltjes geworden. Ja. Je lijkt enorm op je gemak net. Ja, echt, hè? Het zijn twee boefjes, net als ik vroeger. Alleen ik was toch iets erg. Ja, dat is toch schitterend. Je zit hier 24 uur met elkaar. Dus als de een op zijn vingers slaat hier, dan haal ik al een pleister bijvoorbeeld. Als de een gaat huilen, dan haal ik ze, ja, dan troost ik die anderen. Mag ze allemaal. Al zijn kinderen. Nou, het is ook een superman, hè, die Kobus. Ja? Mag ook gezegd worden. Hart van goud. Ja. Want wie doet dat? Wat hij allemaal doet. Net zag u hoe de ex-dakloze Aad helemaal is opgenomen in het gezin van boerin Lisanne en boer Kobus. Vanavond gaan de mannen samen naar het zwembad. Gaan jullie iedere week zwemmen? Aad? Iedere week. Iedere week gaan wij zwemmen. Ja, man. Dat is heerlijk gewoon. Even mijn kippies eten geven. Hallo, schatjes. Kippen in de caravan? Ja, 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 ja. En normaal mensen hebben een huis niet. Maar we hebben hier geen dieren, dat scheelt. Ik neem maar extra kippen in mijn caravan. Huppa. Lekker, hè? Hoe kom je daar? Ja, mijn nichtje komt ermee aan. Die heeft ze thuis grootgebracht en het zijn huiskippen. Dus je kent ze ook aaien gewoon hier aan. Ja, nou niet meer. Bij mij gaan ze gewoon weg. Ja, even kijken. Jasje mee. Vind ik een vest aan? Nee, hoef ik niet. Volgens mij heb ik alles. Aad is een beetje de wildste van jullie twee, hè? De gekste van de twee. Ik kom eigenlijk hier altijd een klein beetje voor mijn rust, een beetje te zwemmen en te doen. Maar met Aad
gaat het eigenlijk niet. Bijna onmogelijk. Staat hij alweer. Hoe lang blijft Aad nog bij jullie, denk je? Weet het niet. Als hij wil, mag hij zo gaan. Maar het is beter dat hij blijft. Wat zeg je? Het is beter dat hij blijft. En dat beseft hij denk ik zelf ook wel een beetje. Ellen Roloff houdt van spannende dingen. Komt het even goed uit dat haar zoon als YouTuber aan urban exploring doet? Urban explorers zoeken naar verlaten gebouwen om ze te fotograferen of te filmen. Het is illegaal, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vandaag mag ze voor de tweede keer mee. Mark is een YouTuber. Mark ben ik. En die gaat altijd naar verlaten locaties. En toen had hij een keer verrassing aan tafel en zei hij van... Mams, jij mag een keer met mij mee. Oké, en dat is uw zoon dus? Ja, ja. Dit is Mark. Hier zie je ons, dan gaan we eraan beginnen. Zeg maar. Ja, en u heeft allebei een grote glimlach op het gezicht. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook heel erg, het is echt... Kijk, trouwen was leuk, kinderen krijgen, maar dit staat toch in de top 3. Ik vind dit echt nummer 3. Oh ja? Ja, ik vind het echt leuk. Ja, en, ja. En het is dus, ik ben dus eigenlijk maar 1 keer eerder mee geweest? Ja, alleen die keer. Ja, wel altijd al fan hoor, en filmpjes kijken en... Fan zelfs, ja? Ja, 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 ja. Wij vinden het wel leuk om spanning net op het randje van niet mogen, wel mogen. Weet je wel, een beetje avontuur. Dat vind ik wel leuk. En dat vindt Mark ook leuk. En uw man? En mijn man niet. Nee, die doet gewoon alles netjes. En, Oh ja? Ja. Was geen lijken. In een heel groot hotel is dat. Heel chic hotel. De oude telefoon hier. En dit zal waarschijnlijk iets van een kantoortje geweest zijn. Ja, je weet niet wat er achter een deur zit. En dat maakt het spannend. Hoi. Hey. Neemt uw moeder mee op avontuur, hè, geloof ik, vandaag? Ja, klopt. Ja. Ja, we gaan een verlaten dorp bezoeken vandaag. Let's go. Op zich kunnen we de auto wel redelijk hier neerzetten. Ja? Dan kan hij wel blijven staan, denk ik. Maar we moeten heel erg uitkijken als er dingen ingaan en zo. Okay. Zullen we bij deze beginnen? Ja. Yo, mensen van Mark ben ik. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met mijn moeder in een verlaten spookdorp. Hier staan allemaal lege huizen. En we gaan kijken in alle huizen die hier zijn. Kijken wat er nog allemaal binnen staat. Dus laten we snel gaan. Wat is dat? Ik weet niet of dit doorloopt naar het huis. Is het allemaal legaal wat we gaan doen? Nee, we staan nu al echt illegaal. Oh. Want het is niet de bedoeling dat we hier komen. Dus we moeten nu al uitkijken, vandaar dat we wat dichter op de muur staan. Ja. Want als ze ons vanaf de weg zien, dan hebben we wel een heel groot probleem. Dit is het schuurtje. Dus hier gaan we niet binnenkomen. Okay. Dus misschien even een ander gebouw kijken. Dan rij je heel wat rond, hè? Ja. Nou, dat is de beveiliging. Daar moeten we dus ook enorm voor uitkijken. Aan de rechterkant zien we al een huis wat, waar de tegeltjes wat van afbrokkelen. Ja, mogelijk dat we hier wel binnen kunnen komen. Mevrouw Roloff? Ja? Nou zouden sommige moeders juist tegen hun kinderen zeggen, dat mag je niet doen. Oh ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat hoort, ja. Maar ja. Vindt u het dan niet spannend als de politie Mark straks oppakt? Nee. En u? Nou, Mark kan zich er heel aardig goed uitkletsen. Oh, ja. Ja. We hebben net geprobeerd in dit huis te kijken. Alleen lukt het ons niet om in dit huis binnen te komen. Misschien hier nog iets. Maar hier is volgens mij vrij weinig open. En meneer Roloff? Hoe komt het nou dat uw moeder dit ook zo spannend vindt, denkt u? Ja, de kick, denk ik. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat het gewoon al in me zit of zo. Op de lagere school deed ik dat eigenlijk ook. Ik ging niet elastieken of touwtjes springen.
Ik ging gewoon naar lege huizen, ging eigenlijk ook al. Dus uw zoon heeft dat weer een beetje aangewakkerd eigenlijk? Ik, het was een beetje aan het slapen en het is nou weer wakker, ja. Helaas is het niet mogelijk om dit huis in te komen. Hier aan de achterkant was er wel één klein stukje open waar ik misschien in zou kunnen klimmen. En mevrouw? Is nou niet dat u iets miste dan in die afgelopen jaren? Nee, dat ook weer niet. Nee? Nee. Nee, maar je bent bezig met je kinderen en met mijn honden. Ja, en u komt ook niks tekort bij uw man? Nou, dat je het... Nee. Nee, helemaal niks. Hij remt mij een beetje, zeg maar. Oké. Okay. Ja, niet dat ik ineens iets geks ga doen, dat ook weer niet. Dit is een beetje het gekste wat u doet dan? Ja, gekker ga ik niet. Nee? Nee. Ik vind dit al goed. Zullen we nog verder kijken? Kijken of we misschien daar zo ergens binnen kunnen komen. Moet lukken, toch? Eentje. Ik heb wel een beetje hard hoofd hier. Ja, misschien kijken of hier iets open is. Het is ook allemaal dicht. Misschien dat we daar aan de voorkant naar binnen kunnen. Maar hier doorheen gaat het in ieder geval niet meer. Nee. Nou, mevrouw, einde dag. Ja. Is dit al met al toch nog een avontuur geworden? Een beetje. Een beetje? Ja, valt een beetje tegen. Het was niet helemaal nee, wat u gewoon... Nee, dat gevoel, hè? Dat heb ik niet kunnen krijgen. Nee. Ach. Dat is jammer. Mag uw moeder de volgende keer weer mee? Ja hoor. Nou, we gaan wel een speciaal iets van maken, denk ik. Dus niet zomaar een dagje mee, maar misschien wat verder weg en hele speciale locaties doen. Ja. Dat is toch wel, het moet wel een leuke ervaring zijn natuurlijk. We blijven u volgen. Ja. Oh, leuk. Man bijt hond reist weer kwispelend door het land. Op zoek naar grappige, bijzondere of ontroerende verhalen. Op de lijn Babyloniënbroek-Koepershoek komen vandaag aan in Hooglanderveen. Goeiedag. Goeiedag. We zijn van Man bijt hond. Man bijt hond? Ja. Oeh. Ja. Dat doet pijn. Nou, dat valt mee. Oh. En we zijn onderweg van Babyloniënbroek naar Boepershoek. Ja. En onderweg zijn we aan het kijken wat de mensen aan het doen zijn. Oh. Wat was u aan het doen? Ik was met mijn bootjes bezig. Modelbouwbootjes. Aha. Wilt u die zien? Graag. Komt u verder. Wauw. Dit maakt u? Ja. Dit maak ik. En van niks. Allemaal afval. Echt waar? Ja. Jij kent het wel. Deze bijvoorbeeld. Dat is van een elektrische tandenborstel. Die opzetstukjes. En waar is dan de bouwtekening? Bouwtekening? Hier. In uw hoofd? Ja, ik heb erop gevaren op die boten. Als wat? Als matroos. Tjonge. Ja. Wat zijn dit dan voor boten? Nou, dit is een vrachtschip. En op die hebben we gevaren als, ook als matroos. Dat is een passagiersschip. En dat voer op onder meer op Indië. Daar is die eigenlijk voor gebouwd. Voor de mensen uit Indië na de oorlog terug te brengen naar Nederland. Die dat wilden. En die voer dus op en neer met emigranten, zeg maar. En die ben ik begonnen, die heb ik gaan bouwen toen mijn vrouw is overleden. Die heb ik 1,5 jaar verzorgd. En toen ze is overleden viel ik in een gat. En dan ben ik aan die boot begonnen. En daar heb ik 3 jaar over gedaan. En die heeft dus 1,5 jaar uw vrouw verzorgd? Ja. Ja, langer. Maar 1,5 jaar heel intensief. Wat mankeerde haar? Van alles. Nou, hoofdzakelijk dus spijsverteringsproblemen. Last van de darmen en ja, van alles. Maar geestelijk was ze dan wel in orde? Ja, tot de laatste minuut. Ja. En toen ben je dus aan het bootje begonnen. Ja. En dit zijn de enige 2 boten die u heeft? Nee. Ik heb er meer. In de schuur staat er ook nog een paar. Wil je die ook zien? Graag.
Ook mooi, hè? Ja. En hoe bent u matroos geworden? Dat wilde ik eigenlijk altijd al. Mijn ouders wilden dat ik ging leren. Ik moest naar de ATS en zo. En dat wilde ik niet. En toen zei mijn vader op zeker ogenblik: nou, als jij niet overgaat, dan ga je van school. Nou, dat ging dus niet over. Logisch. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan op een fietsje. Dat heb ik mij ingeschreven. Bij de diverse maatschappijen. En op zeker ogenblik was het raak. Bij de maatschappij Nederland. En zo ben ik gaan varen. Ik mocht 4 maanden wegblijven van mijn vader. Ik kreeg een officieel papier mee. Moet je tekenen. Hoe oud was u dan? 17. Ja. En toen kwam ik 18 maanden later thuis. Tjonge. Ja. En wat zei uw vader toen? Ja. Hij kon niks zeggen. Hij was lang blij dat ik weer thuis was. Ja, zo ging dat toen. Nou, meneer Jans. Bedankt voor uw gastvrijheid. Graag gedaan. Succes met uw boten. Ja, bedankt. Doeg. Tot ziens, dag. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.